Hallo beste volgers en kijkers van Arthur Kookt. Hartstikke leuk en heel tof dat je weer kijkt naar een splinternieuwe kookvideo van Arthur Kookt. In deze kookvideo ga ik jullie laten zien hoe je de overstand gebruikt op een combi-magnetronoven. Je zult het wel herkennen. Je hebt een combi-magnetronoven in huis en je wilt iets gaan maken voor in de oven. Maar eigenlijk weet je niet zo goed hoe de overstand werkt op de combi-magnetron over. Nou, dat ga ik jullie allemaal laten zien. Dus kijk deze video. Deel hem met iedereen in je omgeving. Vergeet me even niet te volgen op Instagram, @ArthurKookt. En me te volgen en te abonneren op YouTube, @ArthurKookt. Dit is mijn combi-magnetron oven. Je ziet een deurtje, een knop voor de magnetron, een knop grill/combi, een knop voor de hete lucht, een knop met onderhoud staan, een knop start/oké, een knop voor de klok en een knop voor stop en eentje, een knop om de tijd mee aan te draaien. Nou, ik ga aan de slag. Kijk, gezellig even mee. Veel leerplezier. Als je weet wat voor soort combi-magnetronnen over je hebt, dan heb je vaak een boekje meegekregen van de combi-magnetronnen over. Daar staat vaak de naam en gebruiksaanwijzing in. Maar je hebt ook een naam die staat op de combi-magnetronnen over zelf. Die voor mij staat hier, dat is Edna. Als ik dan naar Google ga en ik vul in Edna, dan zie ik daar vaak ook een gebruiksaanwijzing en kan ik daar ook al veel informatie vinden. Hele andere tip van Arthur Kookt. Voor wij de oven gaan voorverwarmen, is het wel belangrijk om eerst te weten wat je in de oven wil gaan bereiden. Nou, ik ga wraps in de oven maken en daar heb ik natuurlijk een ovenschaal voor nodig. Nou, je hebt een kleine ovenschaal, die past er altijd wel in, maar vaak heb je ook een wat grotere nodig. En dan moet je goed kijken of die erin past. Vaak heb je een boekje meegeleverd gekregen bij je combi-magnetron oven, zoals ik net al zei. Daar staat vaak in welke maten er goed zijn. Heb je dat nou niet? Of zie je dat er nou niet in staat in het boekje? Google dan even met jouw combi-magnetron oven. En dan kan je daar vaak ook vinden op Google. Ik weet dat deze goed past, dus daar ga ik het zo in maken. Dus dan ga ik je nu even laten zien hoe je hem verder gaat gebruiken en hoe je de combi-magnetron oven kunt voorverwarmen. Ik ga nu eerst even de combi-magnetron openmaken. Want binnenin zie je zo'n ronde plaat. Die haal ik eruit en die haal ik er ook uit. Ik ben altijd best wel bang dat dit stuk gaat door de hitte bij het voorverwarmen. Dus daarom haal ik hem eruit. Doe hem dat deurtje weer dicht. Ga ik hem voorverwarmen? Ik ga nu de oven voorverwarmen. Nou, ik heb geen magnetron nodig. Het is geen oven. Geen grill, combi, maar wel hete lucht. Dus dat druk ik op. Dan zie ik de tijd veranderen in graden. Dat is 150 graden. En ik wil naar 180 gaan. Dus dan ga ik draaien aan de knop. Naar 180. Dan druk ik op start. En dan druk ik nog een keer op start, want nu stopt hij. Als ik nog een keer op start druk, de tweede keer, dan gaat hij draaien. Dan gaat hij hier ook knipperen. Dat streepje, als er meerdere streepjes zijn en hij hoort een piepen, dan is de oven goed voorverwarmd en kan je hem verder gaan gebruiken. En de ovenschaal erin doen. Kijk maar mee. Je hoort net de piep gaan en je ziet ook al een paar streepjes staan, dus de oven is goed voorverwarmd. Dus nu gaan we verder met de volgende stap. Kijk maar mee. Ik ga nu even de oven op stop drukken. Twee keer. Want dan doe ik de oven even open. Dan pak ik dit ronde draaiding. En die leg ik dan zo weer. Dan pak ik de ring. Hier zit hier van die ribbeltjes. En dan zorg ik dat die goed bij die drie daar komen.
dan zit hij goed. Dan pak ik het rekje en die doe ik daarin. Zo in. Dan pak ik de ovenschaal. Kijk. Die doe ik er dan zo in. En dan kijk ik even of hij goed draait of hij nergens. Aankomt, nou helemaal goed zo. Dan ga ik de oven weer aanzetten op 180 graden. Kijk voor mij. Zo. Heet de luchtknop gedraaid. Dan draai ik hem naar 180. Druk ik één keer op start. Dan draai ik weer met de knop zo. Dat ik de tijd zie verschijnen. Dan draai ik hem naar 7 minuten. En dan druk ik op start. En dan gaat hij draaien. En als hij gaat draaien, dan betekent dat hij het goed doet. Hoor hem nou ergens zeggen aankomen. Wacht even één rondje. Als het nog een keer gebeurt, zet hem even op stop. Pak je overhandschoenen en ga even kijken waar het probleem zit. Bij mij hoor ik dat niet. Zij zit er goed in. Hier is de tijd. Als hij afgaat, is hij klaar en kan ik hem eruit halen. Kinderen hebben een hele handige, goede tip van Arthur Kookt. Gebruik altijd overhandschoenen als je iets uit de oven moet halen. Want het is heel heet. Dus voor je iets uit de oven haalt, altijd eerst even je overhandschoenen aan. En vind je dit nou lastig, vraag dan even hulp aan je omgeving. We gaan nu even kijken of het goed gaat. Nou, het gaat goed. Je hoort nu ook de piep gaan. Dus de oven is klaar. Gaan we even kijken. Wauw, dat ziet er goed uit. Ik ga zo lekker eten. Hallo beste volgers en kijkers van Arthur Kookt. Hartstikke leuk dat jullie hebben gekeken naar deze toffe, te gekke nieuwe kookvideo van Arthur Kookt. In deze kookvideo heb ik u laten zien hoe je een combi-magnetron oven gebruikt. De ovenstand daarbij. En ik heb daar lekker wraps mee in de oven mee gedaan. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ga lekker eten. Ik hoop dat je wat geleerd hebt van deze video. Laat even weten onderaan in de reacties wat je van deze video vond. En of je er wat van geleerd hebt. En of je nog een hele handige tip hebt. Doe ook dan graag. Vergeet me eventjes niet te volgen op Instagram. @arthurkookt. En me te volgen en te abonneren. Hieronderop. Op de knop abonneren. Op YouTube Arthur Kookt. En dan zou ik zeggen, houdoe. En tot de volgende nieuwe kookvideo van Arthur Kookt. Laters.